een van de hot items is de Galaxy Tab. Het tablet van Samsung waar iedereen over praat. Met Android, zoals dat in Duitsland heet. Android. En wat is nou het verschil? Tja, je hebt hier de iPad en je hebt hier het veel kleinere en compactere Samsung. Nou, het verschil is, dit is ongeveer zo groot. En dat past gewoon hier in je binnenzak. Dat kun je dus overal meenemen met je ding. En dan heb je toch gewoon een vrij lekker groot scherm. Ik zet hem nu even neer, dan kan ik tenminste een demootje geven. Nou, Android 2.2. Het is ook gewoon een telefoon, je kunt ermee bellen. Speakerphone zit erin, dus dat kan niet met de iPad. En de laatste versie van het operating systeem. Boeken is mooi geregeld. Je kunt gewoon zeggen van ik ga even lezen. En een paar miljoen boeken hebben ze er inmiddels in zitten. Je hebt nieuws, boeken en magazines. Als ik even ga kijken naar nieuws, dan kun je allerlei kranten gewoon krijgen. Hier heb je de Volkskrant. En dat ziet er gewoon netjes uit. Alles voor niks. Arme Maxime Verhagen. Je kunt hier gewoon het krantje zo lezen. En je kunt hier prima de hele Volkskrant kun je gewoon lezen. Dus dat heb je met boeken. Dat heb je met tijdschriften. Kindle kan er gewoon op gelezen worden. Boeken hebben ze ook een heleboel erin zitten. Dus hier heb je een boekstore. Dan wil ik die even gaan lezen. Je kunt natuurlijk linksom en rechtsom gewoon bekijken. Je kunt kiezen zwart op wit of wit op zwart. Het geeft natuurlijk licht. Het is niet hetzelfde als e-book, maar het leest gewoon prettig. Wat hebben we nog meer? Natuurlijk zit GPS erin. Natuurlijk zit er een camera voor, een camera na. Je kunt ermee skypen met video. Alles wat de iPad dus zeg maar niet heeft. Je kunt natuurlijk gewoon een videootje ermee kijken. En het kan ook gewoon HD video's afspelen. Batterijenleven schijnt 8 uur te zijn, hard werken. En 500 uur standby. Nou, dat moeten we nog maar zien of dat inderdaad zo is. Maar dat kan. En je kunt natuurlijk navigatie hierop gebruiken en alle app stores die de Android ook heeft. Dus ja, het ziet er handig en compact uit. Nou, natuurlijk is de vraag, wat wordt de prijs? Ze hebben hier gezegd tussen de 400 en 700 euro, maar dichter bij de 400. Het moet eigenlijk wel gewoon goedkoper zijn dan een iPad. Het is een kleiner scherm. Dus ja, 299 zou ik fantastisch vinden. 399 zou ik eigenlijk het uiterste vinden. Maar dat horen we dan over 2-3 maanden, wanneer het op de markt komt. De Android Tab, een van de sensaties van IVA.